En dan nu... Hallo kijkers. De eerste 20% van deze uitzending gaat over politiek. De andere 80% over cultuur. Eerst het politieke gedeelte. Hoeveel fouten zitten er in de volgende 3 zinnen? Een van de best betaalde baantjes in het land is politicus. Je hoeft er niets voor te kunnen, je mag liegen en bedriegen en chanteren en je krijgt er nog een vergoeding voor ook. En als je je werk niet goed doet, dan zeg je, ik ken mijn verantwoordelijkheden, ik stap maar weer eens op. Vervolgens ga je met je adresseboekje vrolijk jezelf in de aanbieding gooien voor een leuke bijbaan bij een of ander bedrijf. Stuur het goede antwoord naar een politicus naar eigen voorkeur en ga de discussie aan. Nu het culturele. Op 20 november 2011 waren er in allerlei steden, waaronder ook Nijmegen, grote demonstraties tegen de aangekondigde bezuinigingen van 20% op cultureel gebied. De demonstratie in Nijmegen trok vanaf het badhuis op de Daalsweg door diverse straten naar de Lindenberg in de binnenstad. Al waar om 4 uur 's middags een grote schreeuw om cultuur gegeven werd. Heel Nederland schudde op haar grondvesten. Enige tijd later ontstond er het Museum voor Culturele Bezuinigingen in Nijmegen. En ik leid u nu langs enkele topstukken uit de collectie. Zo ziet u hier bijvoorbeeld de LP waarop 20% bezuinigd is. Hier ziet u het toetsenbord waarop 20% bezuinigd is. En een topstuk uit de collectie is ook dit. Deze zwarte vijfhoek van Jack Splinter -20%. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.